Mijn naam is Huub de Bruin, ik ben van Daltaris. Ik doe bij Daltaris veel grote full-scale testen uitvoeren. In het verleden eikdijkproeven, dijk- of veenproeven. En nu vrij recent de eendijkproef en de vaakconsolidatieproef. En ik ben hier om kennis te delen en kennis op te halen bij mensen. En vooral of onze Belgische collega's te leren wat er allemaal is. Bij de vakenproef is dat we proberen om de grond een hogere voorbelasting te geven tijdens dat vacuümproef en dan die voorbelasting eraf te halen en dan te kijken of de grond zijn sterkte die op dat moment had toen die belasting aanwezig was ook onthoudt. En dit is een beetje een plastische uitdrukking om te kijken van of het model wat wij daarvoor hanteren, het nieuwe rekenmodel wat ook binnen WBI wordt toegepast, of dat ook dan nog klopt, zeg maar, bij hele hoge overconcentratiegraden. En uit onze proef bleek dat die grond inderdaad zijn spanning onthield en eigenlijk gewoon conform de theorie zijn sterkte vasthield. En dat is een goed resultaat. Dus het leuke van die proef was dat je een oude techniek hebt die zijn voordelen had, maar ook kostbaar is. En je kan er nu, omdat die bestaande voordelen blijven staan, en je kan er een nieuw voordeel tegenaan plakken dat die grond sterker wordt die je onder voorbelasting hebt gebracht. Ja, dat kan tot kortere bermen leiden en daardoor makkelijker inpasbare bermen leiden in gebieden. Dat is een kans. Nu de Eemdijkproeven, vaakconsolidatieproeven en dat altijd met een heel team van Deltarianen en van andere mensen. En vooral samenwerking in het team, dat spreekt me erg aan. En iedereen zijn eigen competentie, iedereen zijn eigen kennis dat toepassen. En ik ben altijd meer van de praktische kennis en van het, ja, van het, de jullie in praktijk verbinden met elkaar.